Dames en heren, welkom bij een nieuwe aflevering van Duo Penotti. En vandaag ben ik een gelukkig en blij mens, want Marisol is terug! Welkom Marisol, wat fijn, fijn dat je ons weer komt helpen. Buonanotte televidente snang. Op het tempo sim, tabata presente, pero nos teatro be, con nos douche recepta. En we hebben weer hulp van een van de helden van Bonaire. Buonanotte, televidente snang. Mijn naam is Albertico Rosario, brandweerman. Mijn functie is brandweer in de Masca Bay. Ik heb 20 jaar de service trabalhando acaba. Trabalhando op je bom, ik ben op je satisfeito. Dankjewel. Oh, kijk. Airfryers. Kijk, dat vind ik het mooie van de Bondigro, hè. Deze airfryer die is gekozen tot vierde airfryer bij de Consumentenbond. Topproduct. Ben ik blij mee. Ga ik mee koken. Kunt u zien. Kijk, dit is nou wat ik noem de Bondigro experience. Altijd is er wel wat te vinden wat je niet verwacht. Prachtig. Mooie tomaten. Weet je... Je kan een bosje bloemen mee naar huis nemen, maar als je dit mee naar huis neemt, ben je ook de bom, hoor. Is ook lekker om te snacken. Gewoon lekker happen bij de tv. Broccoli, bloemkool, samen wordt dit heerlijk. Uit Peru, de chayot. Doormidden snijden, noot eruit, uithollen, mais, kaas, mengen, vullen, in de oven. Heerlijk. Kortom, altijd wat te vinden hier bij de Bondigro. De Bondigro Experience. Als we nou iets veel hebben gehoord de laatste dagen, is het handen wassen. Handen wassen en nog eens handen wassen. Nou, dat is in de keuken natuurlijk, heb ik al heel vaak gezegd, ook heel belangrijk. Dus ik dacht, Marisol en ik gaan eens even laten zien wat het nou inhoudt om echt goed je handen te wassen. Begin je altijd eerst met je handen nat maken. Dan pakken we zeep. En dan gaan we wassen. Eerst de binnenkant, de bovenkant. Vergeet je polsen niet. Tussen je vingers. Je vingertoppen. Je duim. En weet je hoe lang je dat moet doen? Twee keer Happy Birthday zingen. Dan heb je ongeveer de lengte hoe lang je je handen moet wassen. Dus, handen nat maken, zeep pakken en Happy Birthday to you. Happy Birthday to you. Happy Birthday, Happy Birthday. Happy Birthday to you. Dat was één keer. Happy Birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday to you. En dat was twee keer. Ik ben geen kok geworden vanwege mijn zangtalent. Dat is wel duidelijk, hè? En vervolgens droog je natuurlijk je handen af met een schone doek. Of met papier. Voilà, handen wassen. Ahora que nos te mostra con te mi manera para volar babomán para esta limpi. También está abre crunchy. Está con ya bom. Está frega de nos man. Está frega arriba babomán. Tiene abu pols. Dat vreugde in beteden.
Argentina. Ik heb een tour van Duim, tour van Dede en Rondordina. Ik heb een meid van. Ik sta hier met de sushi taquita. Ik heb een vriend van ik heb een beurs van dos via. Ik heb een suficiente. Ik heb een crunch. Crunch, ik heb een sushi. Kortom, handen zijn schoon. Marisol is natuurlijk voor niks voor niks. Die gaat lekker koken. Marisol, het woord is aan jou. Oké, avenotje, we zijn bij stoba ungalinha, maar we zijn stobele como nos da ciele duro ora. We zijn bij stobele ku apple. Ku juice di apple en apple denche. E nós está servindo com batata machica ou batata herbê. Se você não quer comer batata herbê, vou servir com arroz também. Para e galinha estobar com juice de apple, nós vamos usar filete de galinha, mas vou usar pi galinha também, se você quer. Vamos ter cebolho, cono floco, apple, thyme, sparse bonan. Nós está cozinhando com o leite, azeite de leite. Nós está pondo mostarda também dentro. E um tiquinho de farinha. E com o smack nós está pondo sal com pepper. Yeah. Nós está começando, então espera que você não goste da receita. Para começar, nós está lavando a galinha. Nós vamos pôr um pouquinho de azeite de oleife, quente. Para quente, nós vamos baixar a galinha de enche para a assa. Nós vamos baixar a galinha de enche. Sobreia. Galinha assa. Esse também está bom caliente. Já é galinha arrasa. Se você não está bom caliente, é galinha a par e água. Então ele não está arrasa. Isso aqui é o treto. Agora nós vamos fazer a galinha. Se você tem a galinha da assa, nós vamos pôr batata herbê. Isso vai nos servir a galinha estopada. Agora a galinha da assa. Vamos tirar esse bolho. E com o fogo. E isso é um dos taques de tempo. Só treina. Eu vou abonar sal com o paper de bumbum smart. Agora não estou usando esse talo aqui, mas aqui é da nabo.
Terwijl de Glinjastoba staat te pruttelen, begin ik alvast met het volgende gerecht, samen met Albertico. Van de week was ik mijn keukenkastje aan het schoonmaken, aan het opruimen. En toen kwam ik allemaal spulletjes tegen waarvan ik dacht van, hé, dat kan ik gebruiken. Bruine bonen. Gewone bonen. Nou, ik vond ook nog wat chilipeper. Ik dacht van, daar kan ik chili con carne van maken. Maar ja, in chili con carne hoort ook, vind ik, mijn gerecht, dus ik mag het vinden, een beetje tomaat. Verse tomaat. Alleen het nadeel van verse tomaat is, als je die nu in blokjes snijdt en gebruikt, dan komt het velletje laat los en dan heb je allemaal velletjes in je chili con carne. Dat vind ik niet lekker. Dus vandaar dat we de tomaat gaan ontvellen. Nou, hoe doe je dat? De tomaat heeft een kontje en een koppie. En nu gaan we hem mishandelen, want we zetten een kruis in zijn kop. En we steken het mes in zijn kontje. En we halen het groene kontje eruit. En die stoppen we zo meteen in kokend water. In kokend water. Dus mes in het kontje, kontje eruit. Kruis in het koppie. En dan gaan we hem in het kokend water stoppen. Eerst een kruisje? Ja, de volgorde maakt niet zoveel uit. Hoe je het, als er maar een kruisje in staat. En als het kontje er maar af is. Kontje eraf. Nou, eruit eigenlijk. Ja, ja. Dat is de kontje. Juist. We weten waarom dat we het kontje eruit halen. Daarmee heeft de tomaat aan het plantje gehangen. En dat is geen lekker stukje tomaat. Dat haal ik er altijd even uit. Want als je daarop koud. Ja, ik vind dat smaakt een beetje bitter. Dus vandaar dat ik dat eruit haal. Nou, het water kookt nu bijna. Dus nu kunnen we de tomaatjes erin doen. Nu denk je misschien, oi oi oi, worden die tomaten niet helemaal gaar? Nee, die worden helemaal niet helemaal gaar. Het gaat er echt om, en dat zul je zo meteen zien, dat het velletje loslaat. Zie je? Ah, oké. Maar die water is goed? Deze water is prima. Dus kijk wat je ziet. Het velletje begint hier al makkelijk los te komen.
deze bijna. En deze al helemaal. En dit is het kruisje wat je op zijn kop hebt gegeven. Ja, ja, precies. Ja. En dan zie je dat hij langs het kruisje, dan laat hij het velletje los. En dan kun je het er zo aftrekken. Zo. Ik ga even de bruine bonen afspoelen. Die bruine bonen die zitten in een pot. Daar hebben ze water overheen gegooid. En het water dat gebruik je niet. Dat is niet lekker. Dus vandaar dat ze altijd even afgespoeld moeten worden. Albertico, zou jij ondertussen de velletjes van de tomaten weer afhalen? Ja, oké, is goed. En daarna in blokjes willen snijden. In kleine blokjes? Ja. Oké. Okay. Top, dankjewel. Oké. Lukt het, Albertico? Ja, zeker. Het lukt. Ik ben al klaar. Nu ga ik ze gewoon in kleine blokjes snijden. Ja? Ja, dan zijn we klaar. Helemaal goed. Dankjewel. Tup. Top. Oké. Helemaal goed. Is goed? Helemaal goed. Zeker okay. Weten. Wordt smullen. Ja. Albertico, nogmaals dankjewel dat je ons wil helpen vandaag. Ja. Helemaal super. Hey, je werkt bij de brandweer, dat zei je net toen je je voorstelde. Hè? Ja. Maar waar ik nou altijd nieuwsgierig naar ben, wat vind jij nou dat de mensen thuis moeten weten op het gebied van veiligheid? Als brandweerman, wat zie jij nou het vaakst waar het misgaat? Wat zie jij vaak waar het misgaat? Oké, wat ik mee wil zeggen over de veiligheid. Wat ik naar waar ik trappen hoor. Het is heel belangrijk voor veiligheid. Nos naar Bonaire, die meester Woesa maakt. Dan moet ik zeggen, nos naar die paraak om op brandweerman. Hoop je aan Woesa een systeem van PowerPoint. Maar is dat hier ongeveer zien? Is dat hier een PowerPoint? Op je ene taal uzele, pero normalmente, como se usa, na modo de agora vou botar top contact. Op je ene portaal, nata botar full, nata jene full, com stacker, com cos, com falensnur, lo que seja. Essa aí tá mais chamado mesmo. Como veiligheid, sempre vou usar of the dois. Nunca, não use jene full, pra sobra, e porta peligro, e porta peligroso. Eigenlijk zeg je, Albertico, in zo'n stekkendoos, dit kan niet. Gewoon veel te veel, wordt veel te warm. Ja, kortsluiting. Correcto, correcto. Pero por usted, por buta uno of meestal dos. Por buta dos, ja. Sobre, e por quinta. E por quinta. Ora que buta roupa, e por quinta. Então, é ponto importante, tá, também. Roupa, bia, rene, não. Tá, lague que é da sender. E tem um switch que você pode reset. Você pode ver, você pode ver, você pode ver um boltscap para fora, você pode ver na on. Você é importante veiligheid, ora se você pode ver um compras para fora, na mini market, ou o que seja, sempre ora você pode pagar, você na off. Então, você é importante para sobra, é por quinta, então é por assim, uma explosão, é por queima para a China, ou o que seja, na uma botinha dentro de casa. Então, pensei, roupa é importante sempre pagar e botar na off. Então, roupa é importante. Essa aí é parte de veiligheid. Dus, als je weggaat, boodschap doen, whatever, biertje drinken bij de snack, kan allemaal, maar zet de schakelaar op uit.
Want anders wordt het veel te warm en kortsluiting. En dan moet Albertico komen om alles te blussen. En dat willen we eigenlijk, dat wil niemand. Correcto, ese es el más importante. Sí. Top. Dankjewel voor deze tip, Albertico. Okay. Super. We gaan er rekening mee houden. Dus jongens. Dus mensen, luister naar Albertico. Geen 100 stekkers erop. En als je weggaat, zet de switch op off. De switch op off. Seguro. Essa é uma coisa muito importante para tanto para a pessoa que está usando a coisa aqui. Então, para nós mesmos também, para safe nós também, para o caso mesmo aqui. Para a sua coisa está aqui, por ter efeito. Dankjewel. Oh, kijk. Airfryers. Kijk, dat vind ik het mooie van de Bondigro, hè. Deze airfryer die is gekozen tot vierde airfryer bij de Consumentenbond. Top product. Ben ik blij mee. Ga ik mee koken. Kunt u zien. Kijk, dit is nou wat ik noem de Bondigro experience. Altijd is er wel wat te vinden wat je niet verwacht. Prachtig. Mooie tomaten. Weet je... Je kan een bosje bloemen mee naar huis nemen, maar als je dit mee naar huis neemt, ben je ook de bom, hoor. Is ook lekker om te snacken. Gewoon lekker happen bij de tv. Broccoli, bloemkool, samen wordt dit heerlijk. Uit Peru, de chayot. Doormidden snijden, noot eruit, uithollen, mais, kaas, mengen, vullen, in de oven. Lekker. Heerlijk. Kortom, altijd wat te vinden hier bij de Bondigro. De Bondigro Experience. Galinha está clara, nos de servir, nos a mim está servir com batata erbe. Se você for usar arroz também, aqui está na água com o que comer. Então, normal, me pôr atrás salada, uma salada fresca, para me escolher para guisque e blache de romães, ando corta tomate chiquito, põe ali para cê, um pida citrum, guisque para sinete. Assim aqui, mané, vou poder deixar também com o botinho do naene na salada fresca, vou estar seguro com cada ene a ensalada, o turcoço ali para cê. Vou estar com e blache, vou estar corta. Se você quer pôr cucumber, tomate, oleio, filo, o que você quer, você pode pôr dente. E o dedo para cá, você serve e um glace. No lugar de cortele, fine, fine, brue. Vamos servir nos galinhas, tubado em juice de apple. Espero que ele venha na planta vai por B e lagame sa com ela vai que meta duche. Se torna agrado e televidentes.
cocina, nós servimos galinhas tobá com juice de apple. Quer a porva? Sim, nós temos porva, sim. Zal ik hem ook mee proeven? Oh, yes! Je hebt de hele avond al op verheugd. Ja. Lekker. Is die lekker? Oh, doe eens wel. Dat is verrassend. Ja. Echt, dat smaakt heerlijk. Het smaakt fris, het smaakt lekker, het is een beetje zoetig. Die boontjes zorgen ervoor dat het knapperig is. De appel maakt het zacht. Ja. Echt, origineel. Wat origineel. Galinha stoba met appelsap en stukjes appel. Ik had er nooit aan gedacht, maar het is echt verrukkelijk. Ik was gaan, zeg maar als douche. Ik heb het daar een juicy appel. Ik had een douche smaak. Correct. Douche. Lekker. Espero que meus televidentes não gostem e também por trazer também. En dat is de truc van koken. Je moet het gewoon proberen. Ja. En ja, soms mislukt er wat. Dat gebeurt. Gebeurt bij ons ook. Dat ziet u niet, want de camera, dat gebeurt achter de camera's. Of we doen het over. Maar het gebeurt, soms mislukt het. Ik heb wel eens wat gemaakt. Nou, dat lusten de honden echt niet. Maar als je het niet probeert, dan lukt nooit wat. Dat gaat eigenlijk voor alles, hè. Gewoon proberen. Kent u Pippi Langkous? Dat is een kinderserie van lang geleden. Daar werd ooit aangevraagd, kun jij dat? Toen zei Pippi Langkous, ik heb het nog nooit gedaan, dus ik denk het wel. Nou, eigenlijk is dat hetzelfde met koken. Gewoon doen. Ik heb even de boontjes opgezet. Want als ik ze zo meteen in de chili doe, dan moeten ze net beetgaar zijn. Als ik ze er rauw in doe, zijn ze gewoon nog niet gaar genoeg en dat is niet lekker. Maar de sol had ze over van Hagerecht. Dus ik gebruik ze nu ook. Alles gebruiken kun je twee keer koken van één keer boontjes. Chili con carne. Wat is dat? Chili con carne is eigenlijk gewoon een vergaarbak. Je gooit alles in een pot, wat chilikruiden erheen en je hebt chili con carne. Het maakt eigenlijk niet zoveel uit, behalve dan dat er bonen in zitten. Ik heb gekozen voor bruine bonen. Je kan ook red kidney beans gebruiken. De tomaatjes van Alberico. Knoflook. Uitje en paprika. Nogmaals, u mag het zelf weten wat je erin gooit. En gehakt. Peperzout. En chili kruiden. En dat is eigenlijk alles. We beginnen met het gehakte rullen. En gehakt rullen, Albertico, dat doe je met een garde. Met een garde? Ja, zo'n ding om te roeren. Okay. Ik zal het je laten zien. Olijfolie in de pan. Nou, je weet hoe we dat altijd even testen. Klein beetje water. En als die sist, is die goed. Dan kan het gehakt erin. En nu zei ik, gehakt rullen doe ik altijd met een garde. Hoe doe ik dat? Gewoon. Dan wordt het gehakt lekker fijn. Natuurlijk is een garde daar niet voor, maar het werkt wel. Ik heb hem trouwens. Als je met die gehakt roeren met die. En die ding, dan wordt die vlees aan in kleine stukjes? Ja, dan wordt het steeds kleiner en kleiner. Ah, oké. Kijk, want je hebt natuurlijk met gehakt maak je baltje van. Baltje die kan niet. Ja. Maar je kan gehakt ook heel los. Heel, ja, rullen heet dat, heel los bakken. Dus je kan het kneden als baltje die kan niet. Ja. Als een hamburger. Maar je kan het gehakt ook natuurlijk, als je door de chili con carne doet, rullen, losmaken van elkaar. En dan krijg je allemaal hele kleine mooie stukjes. Zo. En hier gaan we de kruiden bij doen. Kruiden.
Zo. Nou, gehakt is bijna gaar. Dan gaan we eerst de ui, de knoflook en de paprika erin doen. Nu hebben we de garde ook niet meer nodig, want we willen wel dat dit mooie stukjes blijven. Ja. En dat kan natuurlijk niet, dus ik ga nu even een andere lepel pakken. Zo. Nou, dat kan even lekker bakken. Doe wat zout er doorheen. Peper. Gewoon zwarte peper. In de pepermolen. En we voegen de chilikruiden toe. Houden brandweermannen van heet eten of moet het een beetje zacht eten zijn? Een beetje zacht. Oké. Niet te veel dus. Nu wil ik weten of er voldoende peper, zout en chilikruiden in zitten. Dus ik moet even tussendoor proeven. Nou, ik heb u vorige keer verteld. 2 lepels, 2 vorken. Eentje om uit de pan te halen en eentje om van te happen. Eentje voor de pan. En eentje voor de mond. En eentje voor de mond. Er mag nog wat bij. Klein beetje smaak bij de weg. Klein beetje met zout. Beetje zout en ook nog wat chili. Dat heeft voor de smaak. Wat zeg je? Dat voor de smaak. Het zout heb ik voor de smaak. En de chili heb ik voor een beetje de pika. Okay. Niet te pika, maar een beetje mag. Een beetje mag. Gehakt met de groenten zijn nu op smaak. Dan gaan we de tomaatjes bij doen. Ik doe de tomaatjes bij, daar komt vocht uit. En dat maakt de chili lekker. Want bruine bonen, die ik er zo meteen in ga doen, zijn een beetje droog. Als je dan wat vocht van de tomaatjes erbij hebt, wordt het één geheel. Even een mooi verhaal. We hebben natuurlijk een brandweerman bij ons en ik sta hier met een doek de pan vast te houden, want die pan is heet. Ik vergeet nooit meer, over brand gesproken. Ik stond te koken, vroeger was dat, en ik was lekker die pan aan het vasthouden en op een gegeven moment denk ik, ik ruik wat. Stond mijn hele doek in de fik. Was blijven schrikken. Dus sindsdien heb ik alles in de gaten. Of ik mijn doek niet in het vuur heb hangen. Daarom altijd als je aan het koken bent, moet je ook goed voor je veiligheid kijken. Dat is heel belangrijk, voor je eigen veiligheid. Ik ben het helemaal met je eens, want je bent met warme spullen bezig, met kokend water soms, met vuur. Ja, je moet... Koken is geen grapje, zeg ik altijd. Je moet wel even het kopje erbij houden. Ja, zeker. En tot slot gaan de bruine bonen erin. En natuurlijk niet te vergeten de sperzieboontjes.
Die heb ik even beetgaren gekookt, zoals dat heet. En die ga ik er nu ook doorheen doen. En is niet per se nodig, maar wat ik zeg, bij chili con carne kan alles. Dus waarom dan niet het laatste beetje opmaken? Moet ik even een lepeltje voor halen, want het is te heet om mijn handen in te stoppen. Zo. En het is ook wel leuk voor de kleur, die boontjes erin. Het oog wil ook wat, zeggen we dan. Zo. Weer even proeven. Mij nog een klein beetje zout bij. En zou van mij wat piekaren mogen. Maar ik ga Albertico vragen om ook te proeven. Want, wel, hij moet het zo weten. Oké, hoor ik even bij proef en komende die schakels die we hebben met smaak. Dat is normaal. Eigenlijk met een kokje, kusina komende criollo, maar met bij testen wat ze. Het smaakt op een goede manier aan met de cocina. Uno bij de otro forkje, een zakje bij boca en een zakje bij weso. Het is bij proeven van wat het smaakt. En nota malo, maar het valt een dikke smaak. Ja, vond ik ook. Ja, vond ik ook. Een klein beetje. Dus er gaat nog wat zout bij, ja. Ik doe er nog wat chilikruiden erin en volgens mij moet die dan helemaal goed zijn. Ja, precies. Ja. Een klein beetje smaak, dan is het goed. Goed om te zien dat we het eens zijn. Ja. Het lijkt alsof ik er een ontzettende hoeveelheid zout in gooi. Maar er komt maar zo'n klein beetje uit die molen. Ik heb het molentje niet helemaal goed is. Dus vandaar dat ik zo sta te draaien. Wees gerust. Er gaat geen halve pot zout in. Het molentje doet alleen een beetje moeilijk. Dat is al veel beter. Veel beter? Ja. Kan ik ook? Ja, graag. Daarom, graag. Alles weer. Ja, hè? Nou, wat kunnen we nog niet meer maken? Wat denk je? Moeten we er nog wat in doen of zullen we hem zo houden? Klein beetje zo dan. Klein beetje denk ik, hoor. Ja. Niet veel, maar een klein beetje. Alleen maar zo. Ja, anders word ik de pika. Ja, dat is alles. Ja. Nou, dan denk ik dat we hem af kunnen gaan maken. Klinkt raar, hem af kunnen gaan maken, maar dat is kokstaal voor, we gaan het op bord leggen. En de chili. In de bordjes. Zo. Lekker bij chili con carne. Zijn tortilla chips.
Om mooi te, een beetje mooi maken. Ja. En wat ik altijd leuk vind, is om een soort kroontje te maken van een tomaatje. Dan snij je driehoekjes in. En deze maak je geen kruisje, alleen maar... Ja, ik moet even mijn bril opzetten, anders zie ik het niet. Ik sta bijna in mijn vingers te snijden omdat ik het niet zie. Maar ik ben een beetje een ijdeltuit, dus ik wil eigenlijk geen bril opzetten, maar... Ik moet wel. Kijk, zie je, dan heb je een heel mooi decor. En een takje peterselie erbij. En ik zeg, we kunnen aan tafel. Eet smakelijk. Ons laatste gerechtje van vanavond is een mango kokostoetje. Heel simpel, maar lekker fris en smakelijk. Albert en Tico, zou jij zo vriendelijk willen zijn om het citroentje even te raspen? De schil, dus niet de hele citroen. Niet de hele citroen. Je zet de ras neer. Niet verder als dit, want anders neem je het sap mee en dat hebben we zo ook nodig. Ja? Dan ga ik de mango schillen. Kom maar. Ruikt fris, hè, dat citroenrasp. Ja, ja. We hebben één mango, één citroentje en een blikje kokosmelk. En daar maken we een heerlijk fris toetje van. Ik heb even de mango geschild. En dan gaan we even het vruchtvlees van de noot afsnijden. Dit toetje doen we zo meteen in de blender. Dus het hoeven allemaal niet zulke nette plakjes te zijn, het is gewoon... Dus het hoeft niet een klein stukje te sneden. Klein beetje, als laatste stukje, als garnering zoals we dat noemen. Maar verder kunnen we gewoon een beetje slordiger afsnijden. Want we gaan het toch in de blender stoppen. Zo? Nou, ik laat. Ik zeg, ik wil een paar blokjes overhouden. Als garnering. Garnering betekent mooi maken. Zo? Dit wordt voor de laatste. Dat wordt voor het laatst. Een beetje bovenop. En dit gaan we in de blender stoppen. De kokosmelk. Die gieten we in de blender. Dat doe ik als eerste. Als je eerst het fruit doet, dan is het wat lastiger mengen. En nu, doordat die vocht heeft, wordt het wat vloeibaarder en meng je het makkelijker. Ja, kokosmelk zit erin. Dan de mango. En de citroen. Zo. En het laatste stukje. En die gaan we blenderen. Of jij weet hoe deze werkt. Ik heb nooit gebruikt, maar ik ga wel proberen. Nou, samen komen. Samen zijn we sterk, zeggen we dan altijd. Hè? Even kijken. Eens even mijn bril opzetten. Zullen we gewoon eens op start drukken, kijken wat er gebeurt. Hier is start. Nee, dit is de aan- en uitknop. Ah ja, je had gelijk. Nu gaan we starten. Ja. Zo moeten we. Ja. Ah ja. Ja.
Volgens mij is die helemaal glad en klaar al. Ja. Is goed? Ja, prima. Nu kunnen we hier op twee manieren kunnen we dit eten. We kunnen zeggen, of drinken eigenlijk is het. We kunnen het op deze manier drinken zoals we nu gedaan hebben. We kunnen het ook in een bakje in de vriezer zetten. Een paar keer omscheppen en je hebt een heerlijk ijsje. Ijsje. Gewoon een lekker ijsje. Ja? Maar goed, we gaan het nu in het glas gieten. Maar giet het in een bakje in de vriezer. Lekker ijsje. Vinden de kinderen zeker weten lekker. Weet je wat nog, maakt het nog mooier? Als je een strawberry hebt of een cherry, dan zet het gewoon hierop. Dan heb je een mooi kleurtje. Dan heb je een mooi kleurtje, ja. Bij. Maar ja, die hoort natuurlijk niet bij de mango. Oh. Maar je hebt gelijk, dan heb je een mooi rood-groen toetje. Maar ik vind hem zo ook wel lief eigenlijk. Dit is ons toetje van vanavond. Dit waren de gerechten van vanavond. Chili con carne. Caliña stoba. Koe appel. En het toetje van mango. Het was lekker. Het was goed. Fijn dat u weer heeft gekeken hebben. Heeft. Albertico, dankjewel. Marisol, dankjewel. Samen waren we Duo Panotti. En voor aankomende weken, pas een beetje op elkaar.